Thierry, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan maandag weer de politiek opzoeken. Ze gaan weer beginnen. Het wordt een heel belangrijk kwartaal. Hoe belangrijk is dat voor jou? Het wordt bepalend voor de richting die Nederland uitgaat. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en die kiezen de Eerste Kamer. En het beleid van Rutte van de afgelopen paar jaar kan alleen daar nog worden tegengehouden. Het meest in het oog springende, dat ziet ook iedereen nu met de enorm stijgende energierekening en andere zaken die duurder worden, is het klimaatbeleid. Daar heeft de VVD op 20 december voor gestemd, de klimaatwet. Wij hebben nog een hoofdelijke stemming aangevraagd en ook gezegd, denk aan de toekomst. Dit is onbetaalbaar voor Nederland, je ruïneert de economie. Maar men wilde het per se doordrukken en de enige plek waar het nog kan worden tegengehouden nu is de Eerste Kamer. Dus als Nederlanders dit niet willen, dan moeten ze ervoor zorgen dat er andere partijen aan de macht komen dan de partijen die nu aan de macht zijn. Oké, maar dan pak ik zaterdag, word ik wakker en dan pak ik de krant. En dan zegt Dijkhoff haalt uit naar drammer Rob Jetten. Ja. En de VVD nee tegen klimaatakkoord, terwijl die er laatst nog voor was. Hoe moet zo'n fractie dan functioneren met zo'n... Nee, er is totale paniek bij de VVD. Ze hebben voor een klimaatwet gestemd, die ze bovendien zelf hebben geïnitieerd. Hè. Erik Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat van de VVD. Ed Nijpels, de leider van al die klimaattafels. Dijkhoff en zijn fractie in de Tweede Kamer. Rutte, VVD-premier, is nog op CNN geweest om te zeggen, dit is een historisch moment. Dus die partij die is daar volledig voor gegaan. En nu ineens schrikken ze dat er zo ontzettend veel mensen weglopen bij de VVD. We hebben nu meer dan 31.000 leden als Forum voor Democratie. En de VVD heeft er nog maar 25.000. Dus wij zijn al groter dan de VVD in ledental. De VVD daalt in de peilingen. Mensen lopen massaal weg. En ze proberen nu een soort strategie waarin ze zeggen, nee, we willen wel al die klimaatdoelen halen, maar het moet op een andere manier. En dan vraagt de Telegraaf aan Dijkhoff, ja, hoe dan? Dan zegt hij, nou, daar gaan we over praten. Hij strooit de kiezer zand in de ogen. Hij hoopt dat de kiezer in slaap valt. Dat doet me een beetje denken aan Klaas Vaak. En dan denkt hij van, nou, dan gaan ze wel weer VVD stemmen op 20 maart. Rutte begon ook met een stoer verhaal, ja, over hier, Rutte ook in elkaar slaan van... Met stoere uitspraken. Het is echt totaal belachelijk. Ze hebben gewoon de afgelopen paar jaar al die maatregelen doorgedrukt. Wij hebben in de Kamer echt meermaals hoofdelijke stemmingen aangevraagd. Ook voor verbetering. We hebben 1 miljard wilden we naar de politie bijvoorbeeld. We hebben een motie ingediend. Helemaal uitgewerkt. Theo Hiddema heeft natuurlijk ook veel ervaring op dat gebied. Alles uitgezocht. En de VVD stemt er tegen. En dan gaat Rutte, als het dan misgaat, met een verhaal over ik wil die mensen in elkaar slaan. Ik denk dat niemand in Nederland dit nog gelooft. En ik denk dat de VVD een enorme afstraffing krijgt op 20 maart. Hoe is het overigens met Theo? Met Theo gaat het heel goed. Hij is gisteren naar huis gegaan. Hij zat in een revalidatiekliniek. Hij heeft een nieuwe heup gekregen. En medisch was het allemaal in orde. Maar het duurt gewoon even voordat je spieren weer de trappetjes op en af kunnen lopen die in zijn huis staan. Dus hij heeft een tijdje in een revalidatiehotel gezeten. Maar hij heeft ontzettend veel zin, net als ik trouwens, in het komende jaar. Nou, heb je provinciale statenverkiezingen. Je moet lijsttrekkers hebben. Daar ben je druk mee bezig geweest. Zie je nou al licht in de tunnel over de kwaliteit? Ja, we hebben hele goede mensen. We hebben bijvoorbeeld in Noord-Holland een man die 30 jaar in de verkeerstoren van Schiphol heeft gewerkt. En die gaat zich hard maken voor een nieuwe luchthaven in de Noordzee, in zee. Dat levert heel veel ruimte op voor de Nederlandse economie enzovoort. Maar ook heel veel ruimte om te wonen in Noord-Holland. En de hele problematiek rondom Lelystad los je daar ook mee op. Dus dat moeten we nu echt gaan doen. De plannen zijn er. En hij heeft ook de kennis en de ervaring om dat te doen. In Gelderland hebben we een man die werkt bij de Nationale Politie. Die heeft een enorme visie op verbetering van de infrastructuur in Gelderland, maar ook in een ondernemerschap. Die wil al die windmolenparken gaan stoppen en de veiligheid verbeteren, natuurlijk vanuit zijn achtergrond. In Zuid-Holland hebben we een ondernemer uit Rotterdam, de man die 15 jaar in de telecomsector werkzaam is geweest, verschillende bedrijven gehad en verkocht. Echt een ondernemer in hart en nieren. Dus we hebben hele goede mensen kunnen vinden. Ook wat ik heel leuk vind, mensen echt uit de praktijk. Dus dat zijn niet beroepspolitici, maar het zijn mensen met visie die hebben gezien wat er misgaat. En dat is waar Forum voor Democratie ook steeds voor heeft gepleit. Hè. Er moeten mensen met kennis van zaken in de politiek. Niet alleen maar die beroepsvergaderaars.
hebben we de immigratie en je hebt de, zeg maar, het klimaat. Maar de financiën, als je nou, ik zag aan de opening, de staat leent geld tegen onder nul. En zeg maar, de rendementsheffing, de mensen die gewoon hard werken, die worden geacht 4% te maken op hun vermogen, wat niet lukt. Ja, dus ook als en dan je moeten spaar... ze dan geld over, belasting over gaan betalen. Ja, dit is natuurlijk typisch hoe de VVD mensen die spaarzaam zijn geweest in de kou laat staan. Dus wel meegaan met het waanzinnige rentebeleid van de ECB, van Draghi. Dit komt uiteindelijk allemaal door de EU, dat die rente zo bizar laag is. En vervolgens wel gewoon mensen vol plukken, alsof ze een rendement van 4% maken op hun spaargeld. Ik vind dat heel onrechtvaardig. Dat Marrakesh-gedoe, is dat nou een beetje geland of hoe loopt dat nou? Dat is het andere grote thema geweest van het afgelopen jaar. Forum voor Democratie heeft zich heel erg hard gemaakt om dat te stoppen. Marrakesh-immigratie-deal die Rutte gesloten heeft samen met Merkel, met al die Afrikaanse landen en landen in het Midden-Oosten, waarin rechten worden toegekend aan mensen die hier illegaal naartoe gaan komen. Dat is iets wat een dramatisch effect zal hebben voor Europa. Het is een soort wirtschaftendas op Europese schaal. En we moeten dat stoppen. En ook dat kan alleen maar door het beleid van dit kabinet te gaan tegenhouden in de nieuwe Eerste Kamer. En dat is dus die verkiezing van 20 maart die eraan zit te komen over 2 maanden. En dat wordt gewoon echt bepalend voor de toekomst van Nederland. Gaan we door met de massale migratiestromen? Rutte heeft het absolute migratierecord gebroken. Onder zijn leiding zijn er in 2017 alleen al 235.000 mensen die mochten naar Nederland komen. Het is echt ongelooflijk hoe de VVD enerzijds de grenzen dus wagenwijd openzet en anderzijds de burger plukt met klimaatmaatregelen die oplopen tot 1.000 miljard. En ik denk dat wat je hier in de krant las, dat is een beetje gehuil voor de bühne. Dat is stoerdoenerij. Dat gelooft niemand meer. En als de VVD toch door kan gaan met dit beleid, dan zal er een coalitie gesloten gaan worden. Het is echt dramatisch voor Nederland. Met Paul Rozemuller van GroenLinks, die GroenLinks leidt in de Eerste Kamer. En dan worden al die maatregelen alsnog doorgedrukt. Dus het is echt noodzakelijk dat wij groter worden en de regering kunnen dwingen om met ons verder te gaan in de Eerste Kamer en niet over links met GroenLinks. De volgende verkiezingen die zijn dan in mei over Europa. Ja, dat zijn de verkiezingen daarna weer. En nou is niet helemaal duidelijk vaak in Nederland hoe je nou precies over Europa denkt. Van laatst Dirk-Jan Epping hier, die heeft het op zijn manier uitgelegd. En kun je nou nog eens even de kern van jouw problemen aangeven die je tegen Europa hebt? Ja, de Europese Unie is als organisatie steeds meer bezig om alle macht naar zich toe te trekken. En tot nu toe is het niet gelukt om daar iets tegen te doen, omdat op nationaal niveau men kruipt voor die EU-bazen. Dat zie je aan Rutte, want die wil daar ook naartoe, die heeft daar ambitie in. En omdat op EU-niveau de mensen allemaal maar meegaan in dat idee van meer Europa. En wat Dirk-Jan Epping, onze lijsttrekker voor het Europese parlement, gaat doen in Brussel, dat is blokkerende minderheden organiseren. Dus over links en over rechts. We zijn al druk in gesprek. Hij is net vorige week ook in Brussel geweest. Ik heb hem net uitgebreid gesproken. Het ziet er heel goed uit. Wat waarschijnlijk gaat lukken, is dat door onze inzet, want wij kunnen een brug zijn als Nederland en ook als FVD, dan kunnen we dingen gaan tegenhouden. Dan kunnen we ervoor zorgen dat het ene na het andere plan, waar de Verhofstadts van deze wereld mee komen, wordt tegengehouden. En dat we weer gaan opkomen voor het Nederlands belang. Oké, maar je hebt ook gehad over Nexit en we hebben nu Brexit. Nou, dat blijkt in Engeland niet te lukken. Nou, dat weet die blijven er waarschijnlijk bij, dat is mijn persoonlijke mening. En in hoeverre kun je dan nog volhouden dat je een Nexit wil? Ik ben tegen de Europese Unie als zodanig, heb ik ook altijd gezegd. De euro is een vergissing, open grenzen werken niet. En je kunt handel, want dat is prima, ook op een hele andere manier organiseren. Dan heb je een soort EEG, dat model. Maar waar we natuurlijk, zolang die EU er is, zullen we daarmee moeten dealen. Dat is duidelijk. Dus die verkiezingen in mei voor het Europees Parlement, daar doen we gewoon aan mee. En wij gaan in de EU, zolang die er nog is, opkomen voor het Nederlands belang en zoveel mogelijk die macht terugschroeven.
Uiteindelijk hoop ik dat er referenda komen in Nederland. Ik denk dat die Brexit er uiteindelijk wel gaat komen. En ik denk ook dat het voor het Groot-Brittannië heel goed zal zijn op iets langere termijn. Dus misschien even wat onrust, maar uiteindelijk gaat dat prima. De euro is volgens mij op lange termijn ook onhoudbaar en onbetaalbaar. Want de Italianen die blijven gewoon pinnen. En wij moeten tot in de lengte van dagen betalen. Dus ik denk dat het uiteindelijk allemaal onhoudbaar is. Maar zolang die EU er is, heb je ermee te maken. En zul je moeten opkomen voor het Nederlands belang. En dat gaan we doen. De huidige coalitie die gaat zijn meerderheid verliezen. Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn. En dan kunnen ze steun zoeken op links en ze kunnen steun zoeken op rechts. Hoe sta jij erin als partij? Wij denken dat de VVD, als ze de mogelijkheid hebben om steun te vinden over links, dat ze dat zullen doen. Dus dat het noodzakelijk is dat wij echt groter worden dan zij en dan de linkse coalitie, om dat te kunnen tegenhouden. Ik denk dat er op dit moment een stem op de VVD neerkomt op een stem op GroenLinks, omdat Rutte en zijn kabinet volledig meegegaan is in de groene gekte en in de immigratieplannen van links. En dus om die VVD te dwingen om weer naar rechts te bewegen, zul je de partij ter rechterzijde van de VVD, dat is FVD... Hoe coöperatief sta je daarin? Hoe coöperatief sta je erin om mee te doen? Wij zitten in de politiek omdat we dingen willen veranderen. En om dingen te veranderen zul je moeten samenwerken. Maar wij gaan natuurlijk niet voor een kruimeltje. Wij gaan voor grote veranderingen. Wij willen die klimaatwet niet. Dat willen we echt stoppen. We willen dat die open grenzen stoppen. Dat we rationeel immigratiebeleid gaan voeren. Mensen hierheen naar die iets komen brengen. En niet alleen maar die iets komen halen. En de belastingen moeten omlaag. En er moet meer ruimte voor ondernemerschap. En we willen ook dat het prestatieklimaat verandert in Nederland. Zodat ook in het onderwijs een kwaliteitsimpuls komt. En de bureaucratie bijvoorbeeld in de gezondheidszorg echt wordt aangepakt. En dat zijn de grote thema's van Forum voor Democratie vanaf het begin geweest. De VVD heeft dat volledig laten liggen. En nu op 20 maart kunnen de mensen in Nederland zeggen wat ze willen. Of ze die oude koers van het klassieke, zeg maar, liberale idee willen. Of dat ze door willen glijden naar het GroenLinks-model. Want dat is waar we nu naar op weg zijn. Amsterdam, daar hoor je steeds meer klachten over parkeren en noem maar op. Je hebt zelf een vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Hoe gaat het daar nou? In Amsterdam zit Femke Halsema als burgemeester en zit een hele linkse coalitie met GroenLinks als grootste partij. En die zijn nu bezig om 10.000 parkeerplekken weg te halen uit Amsterdam. Nou, dat betekent dat de midden- en kleinbedrijven, maar ook de winkeliers, ongelooflijk veel problemen krijgen de komende tijd. Ouderen die hun kinderen willen bezoeken of hun familie willen bezoeken, kunnen niet meer de stad in. Je krijgt een ongelooflijke druk op alle toegangswegen. Het wordt gewoon heel erg moeilijk om nog een normaal leven te hebben in Amsterdam op deze manier. Maar kun je op dit moment korte termijn niks aan doen? Nou nee, ja, wij kunnen het laten zien. En opnieuw hopen wij dat de mensen in Nederland daar geleidelijk aan tegen in beweging komen. Want dat is natuurlijk wat er steeds gebeurd is de afgelopen jaren. De bevolking ziet wel een heleboel dingen die men niet wil, alsmaar uitdijende EU, massale immigratie, stijgende belastingen, autopesten, noem het allemaal op. Maar men blijft maar op partijen stemmen die toch op zijn minst medeplichtig zijn aan dat beleid, zoals de VVD en het CDA. Dus als we willen dat er iets verandert, ik kan het natuurlijk steeds roepen, Theo kan het zeggen, we zijn met goede mensen als partij. Uiteindelijk moet de bevolking in Nederland zeggen, wij willen iets anders, wij gaan op een andere partij stemmen op 20 maart. Dat is uiteindelijk wat er nu moet gebeuren. Bedankt zover en veel succes.